staan op de Oostkanaaldijk in Nijmegen. Hier is een woonboot lek geraakt. Die is gaan zinken. Aan boord waren 3 personen. Die zijn er veilig afgekomen. Die hebben alleen natte voeten overgehouden. Wij hebben als brandweer geprobeerd om de boot nog te redden door middel van pompen. Het gat bleek echter te groot, waardoor wij het met pompcapaciteit niet bij konden houden. Dus de boot is verder gaan zinken. En we hebben het nu overgedragen aan Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat die gaat in overleg met de verzekeraar van de gedupeerden. En die gaan kijken of er een berger moet komen en hoe de boot dan weer boven water kan komen. Ik weet niet wanneer dat gebeurt. Dat wordt momenteel bepaald in overleg met de verzekeraar. Dus dat zul je met Rijkswaterstaat even moeten afstemmen.